Plezierig om hier vandaag te zijn en door de Lindes uitgenodigd te zijn. Dank daarvoor om te presenteren over VCE. En eigenlijk is het, om te zeggen, een bijzondere ontwikkeling die zich plaats heeft gevonden. Als het gaat om converged infrastructure, zoals we dat in goed Nederlands noemen, in de markt. En daar ben ik sinds 2009 ben ik daar deel van. En dat is ook de tijd dat VCE begonnen is. En daar zal ik nu wat meer over vertellen. En het is natuurlijk plezierig om Sergio hier te hebben van Riesenet. Die aansluitend ook zal vertellen, een van onze gebruikers van VBlox in Nederland. Van, wat hebben we er nou mee bereikt? Wat is de impact daarvan nu? Als we kijken naar VCE, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Dat is ontstaan uit klantvraag. Klanten die zeiden van, hey, wij hebben een probleem en kunnen jullie ons daarmee helpen als vendors van compute, storage, network, virtualisatie. Ons probleem is, als we kijken naar die mensen die daar allemaal aan het neergeplaatst zijn op dat scherm, is dat deze mensen die moeten allemaal samenwerken. En dat is te complex geworden over tijd. En we besteden zo'n 70% van onze tijd besteden wij aan het in de lucht houden van infrastructuur. En eigenlijk het projecten en nieuwe innovaties, daar hebben we veel te weinig tijd voor. En nou, als we kijken naar 10, 20 jaar geleden, ja, dit was de manier waarop je infrastructuur inrichtte. En ja, grote klanten, toevallig in Nederland een klant, ING, maar ook in de Verenigde Staten, Harris Corporation, dat is een outsourcer. En ook in Australië een mediabedrijf, die vroegen tegelijkertijd van, hey, wij gebruiken EMC, Cisco, dat zijn de marktleiders. VMware, en wij willen niet meer dat wij daar, zeg maar, als een soort intermediair tussen staan. Wij willen dat jullie dat als één product leveren. En zo is die joint venture ontstaan. Nou, daar kom ik zo direct op terug, die joint venture die VCE heet. Maar als we kijken naar het probleem, zeg maar, wat wij oplossen is, dat die tijd verminderen die er nodig is om infrastructuur in de lucht te houden. En daar hebben we nog een aantal bijeffecten die ik denk aantrekkelijk zijn en wat klanten ook ons aangeven. Als we kijken naar infrastructuur en IT, waar gaat de tijd in zitten? Waar zien we mogelijkheden tot verbetering en waar zien we ook inderdaad klanten die daarover spreken? Nou, Riesenet zal er straks over spreken. Als we kijken naar het ontwerpen en het implementeren, dan zien we dat kan maanden duren en in sommige, als ik denk bijvoorbeeld aan overheidsorganisaties, zien we wel, of grote complexe organisaties, soms van meer dan een jaar duurt om infrastructuur alleen al, zeg maar, op gang te krijgen. Het project, zeg maar, af te kunnen ronden en zeggen, oké, nu is het klaar voor gebruik. En vervolgens, als we kijken naar het onderhouden, het daadwerkelijk de beheerders waar zij mee bezig zijn, dan zien we dat heel veel tijd verloren gaat aan, componenten in de verschillende lagen waar ik zojuist over sprak. Compute, storage, network, virtualisatie die allemaal samen moeten werken. En waar ook steeds sprake is van upgrades, een nieuwe firmware die eraan komt. En die moet dan wel goed samenwerken met al die componenten in die totale stack, in dat totale datacenter. Nou, daar zien we heel veel tijd besteed moeten worden, inclusief projectmanagers, rollback scenario's, het testen. Enzovoort. En vervolgens, als we het hebben over upgraden en nieuwe projecten. Niet lang geleden sprak ik met een prospect van me. Die zei, we hebben een nieuw datacenter ingericht. Nu een jaar later gaan we een grote uitbreiding tegemoet. En god beteren, het kost bijna net zoveel als dat we die initiële infrastructuur neergezet hebben. Want het is nog complexer als die greenfield die we in eerste instantie hadden. Plus al die afhankelijkheden die daarbij bijkomen. Betekent ook nog dat het de nodige tijd kost. Als we dan vervolgens kijken naar wat voor impact heeft dat dan bij gebruikers, bij de business, dan gaat het over zaken als snelheid. Snelheid om nieuwe projecten te ondersteunen. Ik heb een nieuwe klant of ik heb een nieuwe applicatie of er is een nieuwe manier waarop we onze klanten te woord willen staan. Dat kost allemaal te veel tijd. Dat kan weken, zo niet maanden duren voordat de infrastructuur zeg maar beschikbaar is. En als we het hebben over het beheren en omgaan met die totale opgetelde som van leveranciers, als ook het managen van die producten, dan gaat er een grote mate van complexiteit vanuit. En die innovatie stopt niet. Het wordt eerder meer dan minder functionaliteit die erbij komt, natuurlijk.
En als we dan kijken wat dat betekent financieel, dan is denk ik een van de meest sprekende voorbeelden is de hoeveelheid data die toeneemt in het datacenter. En daarmee, daaraan gerelateerd natuurlijk zaken als de totale kosten voor energie, voor ruimte, voor koeling. En daar inderdaad op een verstandige manier mee omgaan. Dat zijn zaken die uitdagingen zijn die er eigenlijk toe leiden. Zeggen, ja, we moeten het gewoon anders aan gaan pakken. We kunnen dit niet zo blijven doen. Nou, zoals de Engelsen mooi zeggen, transform IT, die transformatie, dat is waar wij zien dat veel van onze klanten, we hebben inmiddels zo'n 1200 klanten wereldwijd, zo'n 2000 V-blocks in gebruik. We groeien zo'n 30% kwartaal over kwartaal. Dus dat is, we zijn begonnen in 2009 met 25 miljoen omzet, het tweede jaar 250 miljoen, het derde jaar 700 miljoen, dit jaar gaan we naar 1,2 miljard. Het groeit enorm hard. En dat heeft sterk te maken met de impact die we kunnen bereiken. Nou, waar bereiken we die impact mee? Met een product dat heet V-Block. En dat V-Block product, daar zijn we ooit mee begonnen met een referentiearchitectuur. We zien overigens anderen in de markt die dat volgen en die bezig zijn nog steeds met referentiearchitecturen. Wij zien, daar is meer. En dat meer zit erin dat zeg maar die totale stack van compute, storage, network, virtualisatie en management, die als één geheel als geïndustrialiseerd product te benaderen en te blijven benaderen over de hele levenscyclus. Dan hebben we het dus over dat engineeren, wat ik straks aangaf, hè, waar veel tijd in gaat zitten, en het bouwen. Wij bouwen die V-blocks in een fabriek. Hierin, voor Europa gebeurt dat in een deel van de EMC-fabriek, een afgeschermd deel. We zijn ook echt een bedrijf, niet een coalitie, maar echt een bedrijf wat zeg maar een eigen profit en loss heeft en daar ook een deel van de fabriek huurt, zeg maar. Maar daar bouwen wij die. We doen er 95% van, niet alleen het rekken en stekken, maar ook het logisch configureren gebeurt in die fabriek. En dat betekent als het aankomt, dat V-block bij onze klanten, dat gebeurt overigens binnen 45 dagen. Dus wordt een orde geplaatst, binnen 45 dagen komt het V-block aan. Dat komt ook echt zeg maar spik en span prachtig geïntegreerd aan, volledig met zeg maar de IP-adressen, de manier waarop de storage ingericht is, VMware. Virtualisatie ingericht is gewoon klaar voor gebruik. Dat betekent 2-3 dagen later heeft de klant het klaar voor gebruik. De VM's zijn up and running. Ik noem dat wel het wow-effect. Dat nooit meegemaakt. Een project waarbij de totale datacenter capaciteit aankomt, wordt neergezet, het werkt meteen. En zo doen we dat dus iedere week bij tientallen klanten in Europa. Die in een week tijd, maandag komt het aan, woensdag, donderdag draait het en hebben ze hun VM's up and running. Vervolgens is het zo dat er support is. En dat betekent dat we niet alleen reageren binnen 30 minuten. Excuus dat ik stoor. Ik ben op zoek naar de heer van mevrouw Vermeulen, een sportgevangen van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Dus niet alleen dat we reactief reageren, zeg maar, binnen 30 minuten reageren op calls als er een vraag is of er is een issue, dat we dat als één oplossen. Overigens 80% van de calls die lossen we zelf op en hoeven we niet naar de onderliggende fabrikanten, EMC, Cisco en VMware, die onze zeg maar investeerders zijn, daarbij Intel trouwens ook. Maar daar hoeven we dus niet bij terug, die lossen we zelf op. Betekent ook dat we 60% sneller oplossen. Maar daarnaast is het zo dat we ook proactief op gaan treden. Dus dat betekent dat er sprake is van een customer advocate die verantwoordelijk is. En overigens voor Nederland is dat Marcel de Boer, die zit hiervoor in de zaal. Die inderdaad ook, we hebben zo'n 20 V-blocks in Nederland waar zeg maar de klant relaties onderhoudt. En proactief met klanten praten over van hey, er is sprake van, hoe zijn jullie tevreden over het support? Er is sprake van een matrix upgrade, ik kom er zo direct op terug. En vervolgens willen jullie die matrix upgrade nu doen of later? Nou, dat is wat wij zeg maar onder support verstaan. Vervolgens als we hebben over sustained, dan gaat het erover dat omdat het een geïndustrialiseerd product is en omdat het gestandardiseerd is, er zijn 10 types van V-blocks, hele kleine met enkele rack mount servers tot hele grote met honderden blades en zeer grote VMAX storage systemen. Wat wij doen is, die zijn sterk gestandardiseerd, daardoor kunnen we problemen sneller oplossen, maar daardoor kunnen we een heel uniek en belangrijk feit, is dat wij, ook als er nieuwe versies zijn, bijvoorbeeld er is een nieuwe versie van VMware voor virtualisatie, of er komt een nieuwe
een nieuw storage feature uit. Dan komen er nieuwe firmware, waar ik het zojuist over had. Maar natuurlijk ook patching en upgrades. Nou, als we die hebben, dan is het zo dat die in samenhang getest worden. Dus dat betekent over de levensduur van zo'n V-blok. Je kunt op dag 1 kun je besluiten, ik doe dat gedurende 5 jaar. Krijg je iedere lente en iedere herfst is er sprake van een zogenaamde matrix upgrades. Dat is een lijst van stappen. Neem deze stappen. Die kun je overigens in productie doen. Dat doen klanten ook. Die zijn gewoon 7x24 up. En die doen dat terwijl ze bedienen. Bijvoorbeeld, ik kom straks terug op een aantal klanten, maar AB InBev, de grootste brouwer ter wereld, die heeft hier in Amsterdam voor al hun back-office operatie met een groot V-blok staan. En dat doen ze in productie. Dan zeggen ze, oké, wij gaan door die stappen heen. Wij vernieuwen onze software. We hebben de nieuwste features hebben we in gebruik. En tegelijkertijd is het zo dat de klant die merkt er niets van, de gebruiker. Omdat er redundancy is op elk niveau van de infrastructuur. Dus elke hardware functie en elke software functie kan zeg maar redundant uitgevoerd worden. En dat betekent eigenlijk dat er een situatie ontstaat dat, nou, wij kunnen dat doen, die upgrade als professional service activiteit. Onze partners, bijvoorbeeld de Lindes, kan dat doen. Of een gebruiker kan dat zelf doen als ze getrainde medewerkers hebben. Dat er een situatie ontstaat dat eigenlijk die V-blocks worden meer, oké, wij consumeren het. Maar we gaan ons niet meer zo druk maken met die 70%. Dat in de lucht houden heb ik eigenlijk aan de industrie overgelaten. Die gaan voor mij iedere half jaar, in dit geval Marcel de Boer, die zal met ons praten, wil je de matrix upgrade nu doen of wil je het nog een tijdje uitstellen? Je kunt het een keer overslaan, om moverende redenen. En op die manier heb je steeds de nieuwste features. Je weet dat de capaciteit die werkt. Er is een zeer grote mate van stabiliteit. Ik kom zo direct terug op resultaten daarvoor. En vervolgens is het zo dat er ook nog eens een situatie ontstaat dat medewerkers die in het verleden zeg maar brandjes blusten, die kunnen zich nu bezig gaan houden met projecten en business enablement. En daar zien we dus klanten een hoge mate van tevredenheid in terug. Nou, ik had het over die tevredenheid. Wat we gedaan hebben is, in 2009 konden we natuurlijk niet vragen aan onze klanten, en wat is de impact? Want we begonnen net. Een paar klanten wereldwijd, moeilijk. Nu, een paar jaar later, in 2012, maar ook in 2020. Dankjewel. In 2013 hebben wij onderzoek gedaan onder onze gebruikers, 11 grote gebruikers in dit geval, die we gevraagd hebben. En jullie hadden EMC, Cisco, VMware technologie. Nu zijn jullie overgestapt naar V-blocks. Wat was nou de business impact daarvan? Even terug weer, dat Forrester onderzoek waar ik het over had, die tijdbesteding bijvoorbeeld, maar ook zaken als, ik vind eigenlijk de meest indrukwekkende is die reduction in downtime. Dan heb je het over server downtime. Dus dat de infrastructuur niet beschikbaar is ten behoeve van applicaties. Dat is een aardverschuiving. 96% minder server downtime. In dat eerste onderzoek was het zo dat gemiddeld, dat weet ik toevallig uit mijn hoofd, 73 uur server downtime naar minder dan een uur. Dat was in 2012. Nou, de onderzoek geeft eigenlijk een beetje hetzelfde beeld. Het zijn ook qua zeg maar systematiek dezelfde V-blocks. We zien dat dus terugkomen. De klant is, we zijn gewoon daar niet meer zo mee bezig. Die hele escalatiepaden en weekenden en ellende, planned downtime hebben we niet meer. Het ding is gewoon altijd up. Daar bouwen we onze business op. En als we het hebben over 50% reduction of annual data center cost, dan heb je het over natuurlijk dramatische reductie van kosten. Dat gaat heel sterk over, nou, ik had het over personeel, maar ook power en cooling bijvoorbeeld. Een hoge mate van reductie van apparatuur, van natuurlijk physical naar virtual, maar ook de manier waarop die apparatuur zeg maar geëngineerd is, is dat er heel weinig snijverliezen zijn. En dus over die verschillende lagen, de manier waarop het zeg maar op elkaar afgestemd is, dat daar ja, een hoge mate van uitnutting is van de storage en compute capaciteit. Veel snellere time to new services, dus dan hebben we het over inderdaad die business impact waar ik het straks over had, dat we daar zeg maar klanten beter geholpen kunnen worden. En uiteindelijk 4 times faster time to deployment. Dat sneller implementeren, die 6 weken waar ik het over had en die paar dagen later dat wow effect. Dat is iets met name service providers. 50% van onze klanten zijn service providers. Die inderdaad denken bijvoorbeeld aan een Atos, een CSC, Capgemini. Die gebruiken onze apparatuur. En die zeggen ja, wij kunnen sneller onze rekeningen aan onze klanten sturen. Want ja, we hebben niet meer van die lange projecten. We hebben het staan
de VM's zijn up and running. Oké, we gaan de week erop gaan we klanten aansluiten. Dat is een enorme verbetering. Wat we dan ook zien is een grote adoptie bij onze klanten. En dat is, Gartner die heeft een, of in de markt, Gartner heeft onderzoek gedaan. Dit is geweest, even kijken, eind 2012 ja. Dus een jaar geleden hebben ze gekeken van, oké, wat is de, dus het laatste onderzoek en wat ze gedaan hebben op dat gebied. Wat is, we zien, zij zagen van, hey, er is een ontwikkeling gaande op het gebied van converged, zij noemen dat integrated infrastructure. En dat zijn verschillende domeinen. Nou, in het domein, zeg maar, waar we nu over spreken, het infrastructure systems. Daar is VCE marktleider in. Overigens, overal zijn we ook de grootste in deze markt. En we zien dus een enorme groei, dankjewel. Enorme groei op dat gebied. Ik had het over een portfolio. We zijn begonnen met zeg maar twee typen V-blocks. Dat is inmiddels uitgegroeid naar 11 types. Van zeer klein naar groot en daarna specialized systems. En daar ga ik nu even op in. Dat is met name waar we de eerste jaren zeg maar, alleen V-blocks leverden die voor zeg maar, consolidatie van applicaties bedoeld was. Waar sommige klanten wel degelijk zeiden, bijvoorbeeld een groot clearinghouse uit Amerika, DTCC, die heeft al hun Oracle-applicaties voor Europa draaien hier in Nederland, in Nieuwegein, in een datacenter. En die zeiden, ja, dat is zo efficiënt, dat past bij ons, ook al doen we het voor één workload. Maar de systemen zijn bedoeld dat je meerdere workloads op één V-blok kunt draaien. Echter, er zijn natuurlijk marktontwikkelingen zoals bijvoorbeeld SAP met SAP HANA, het in-memory processing, voor rapportages met name. Waar we zien van, ja, daar hebben we toch wel met onze ontwikkelingen, hebben we daar een vooruitgeschoven positie als het gaat om converged en infrastructuur speciaal voor SAP HANA, dat past heel goed bij elkaar. Daar hebben we nu ook, ik kom zo direct nog wel eventjes op terug op een aantal logos, maar met Achmea die heeft dit nu draaien in Nederland op V-block. Nieuwe systemen waar we, en dat is de eerste helft 2014 mee uitkomen, waar we nu in zeg maar de eerste klanten dit gaan gebruiken, zijn systemen die met name voor VDI, dan heb je het over technologie die hoge hoeveelheden I/O kan processen en daar zeg maar een goede, goed gebruik voor eindgebruikers kan garanderen. En dat speciaal voor VDI ontwikkelde V-blocks die we naar de markt brengen. Daarnaast, dit is eigenlijk een, als we kijken naar V-blocks speciaal bedoeld voor databases, Oracle, SQL. Daar zien we dus, dit is duidelijk een product wat gericht is op zeg maar naast elkaar zetten. Het product dat Oracle naar de markt brengt, zeg maar de Hexa-series. Hè. En daar een alternatief wat uiteindelijk een aantal voordelen heeft zoals wij dat naar de markt brengen. Dat betekent met name dat je meerdere versies van Oracle op dit V-blok kunt draaien. Sterker nog, je kunt er zelfs verschillende databases op datzelfde V-blok draaien. En de performance is twee keer zo snel als datgene wat Oracle op dit moment biedt. Nou, dat kan voor grote omgevingen erg belangrijk zijn. Een nieuwe ontwikkeling, dus ons portfolio breidt zich uit. En dat is ook begrijpelijk natuurlijk als we kijken naar de groei die we doormaken, dat we ja, daar impact kunnen maken. Wat wij naast de V-blocks bieden is natuurlijk wat klanten aan ons vragen is. Die zeggen, hey, ik heb te maken met bescherming van mijn data. Kunnen jullie daar ook een stuk backup en recovery en oplossingen voor dataprotectie, het DR-oplossingen bieden? Nou, dat doen we en dat maken we onderdeel van dat single support waar ik het straks over had. Eén telefoontje en het hele backup en het DR-stuk, dat nemen we allemaal mee en zullen we inderdaad als één call behandelen. En we lossen ze ook nog eens een keer 60% sneller op, blijkt in de praktijk, in vergelijking met traditionele aanpak. En dat heeft sterk te maken natuurlijk met dat we 200 engineers hebben die niets anders doen dan cases oplossen op gestandardiseerde oplossingen. Dus dat is een marktontwikkeling. IDC en Gartner geven aan, in 2015 verwachten ze dat een derde van de beleedmarkt, dat die als converged afgenomen zal gaan worden. Dus dat is een revolutie die er gaande is. Ik zal hier niet te lang bij stilstaan, ook gezien de tijd. Ik wil nog ruimte nemen voor Rizinette, die hier iets over vertelt. Maar dat is met name dat stuk, zeg maar, het testen en zorgen die matrix-upgrades, dat we daar gedurende de hele lifecycle gebruik van kunnen maken. Wat daarnaast een belangrijke ontwikkeling is, is dat we zo'n 300 mensen van de totale 1300 mensen die bij VCE werken, die hebben zich erop gericht
om die infrastructuur als één te kunnen adresseren. Dus dan heb je het over een enkele API, waarin wij niet bepalen welk management systeem je gebruikt, maar we zeggen, hey, kies zelf welk management systeem je gebruikt. Dus als je nou BMC gebruikt, of je gebruikt CA, of je wilt Cisco gebruiken, of EMC, dat kun je allemaal gebruiken. Dus één API, het heeft de mogelijkheden om de gezondheid van het feedblok vast te stellen wat er aan de hand is. Komt standaard vCenter, wordt meegeleverd met een feedblok. Dat is op het moment dat u interesse heeft om dat met VMware te doen. We hebben ook mogelijkheden om bare metal te leveren en dat andere hypervisors, dus stel dat u graag met Hyper-V of een andere hypervisor wilt werken, dan kan dat ook op VBlocks. Standaard komt er vCenter met het VBlock mee en daar wordt ook het Vision.io, zoals dat heet, die single API, daar wordt het VBlock dan als één geheel zichtbaar en kun je doorklikken naar de verschillende elementen. Dus wat we zien hiermee is een belangrijke verandering. En intellectual property, ontwikkelingen die we, patenten die we hierin in hebben, die maken dat het veel meer is dan een opgetelde hoeveelheid componenten, maar dat het als één gezien kan worden ook in het beheer. We hebben veel testen gedaan op verschillende pakketten en daarmee, standaardpakketten en daarmee het configureren en bepalen hoeveel capaciteit er nodig is, dankjewel, voor bepaalde workloads, dat vooraf duidelijk is. Maar ook, en dat is belangrijk, hoe kun je die, als je een exchange-omgeving hebt, hoe kun je die nou zo goed mogelijk afstemmen op het gebruik, als je een VBlock gebruikt. Dus dan zie je dus dat er een stuk engineering-inspanning wordt verminderd. Hier blijf ik dus nu niet te lang bij stilstaan. Ik heb het straks gehad over customer advocacy. We hebben een goede adoptie, mooie logo's, zo goed als in een aantal industrieën die ik noemde, zoals AB InBev, ook publieke sector, zoals United Nations en de Nederlandse Bank. Service providers waar ik over sprak, het is iets wat inderdaad een goede adoptie met zich meemaakt. En daar zijn we trots op en blij mee. En het mooie is, al die gebruikers zijn hartstikke tevreden. En dat is natuurlijk aardig. Als je inderdaad betekent 50% van onze klanten kopen binnen een jaar kopen ze capaciteit bij of VBlocks bij. En ze vinden het ook hartstikke leuk om met anderen erover te praten, om het te delen. Dat zal Serge zo direct doen als het gaat om ResNet. Dankjewel, Tony. Alsjeblieft. En, goedemiddag, ik ben Serge Potinaar. Ik ben product manager bij ResNet. En wij zijn inderdaad een tevreden klant van VCE. En ik zal in een minuut of 10 vertellen waarom wij tevreden zijn met VCE. Allereerst begin ik eigenlijk met wat wij hebben staan aan de infrastructuur. Dat zijn op dit moment 2 VBlocks. Dat is eigenlijk van de middenklasse, de 300 series, 1340. Aantal specs, maar goed, die kunt u ook nalezen. Wij zijn in 1998 opgericht. ResNet is toen begonnen eigenlijk als een ISP, Internet Service Provider. En eigenlijk gestart met het hosten van websites voor diverse klanten, hele kleine klanten. Op een gegeven moment werden ze steeds groter. En we zijn op een gegeven moment naar een co-locatie gegaan, een datacenter ingericht met verschillende servers die we in eerste instantie aan het hosten waren. En vervolgens kwamen er steeds meer vragen van onze klanten. Van, kunnen jullie dat niet voor ons gaan beheren? Want we willen eigenlijk ook gewoon van het beheer af. We willen terug naar onze core. Is gewoon de content op die websites of de applicatie zelf of ontwikkelen van onze software. En de infrastructuur, kunnen jullie dat niet voor ons in beheer nemen? En dat hebben we toen gedaan. En uiteindelijk in eerste instantie in een co-locatie situatie. Dus dan hadden we op een gegeven moment rijen vol met racks, met allemaal servers van allerlei verschillende smaken, types en leeftijden. En dat leverde ons, naarmate wij groeiden door de jaren heen, steeds meer kopzorg op. We hebben op een gegeven moment moeten voorstellen, we hebben een drietal datacentrum ongeveer, een vloeroppervlakte van 2000 vierkante meter. Nou, daar gaan natuurlijk een hele hoop racks gaan daarin. En dan kun je voorstellingen maken dat wel enorm veel kopzorgen met zich meebrengt. Om dat inderdaad een bepaalde uptime te gaan garanderen aan je eindklant.
Dus die vroegen op een gegeven moment ook aan ons van nou, kunnen jullie ook niet gevirtualiseerde systemen aan ons gaan leveren? En dan zijn we eerst begonnen met een eigen infrastructuur te bouwen. Maar ook dat was een hele intensieve bezigheid. Tot wij dus in 2011 eigenlijk een bid uitschreven naar de markt toe. Om te kijken van jongens, kunnen we niet naar een centraal infrastructuur die we veel makkelijker kunnen gaan beheren, centraal kunnen beheren. En dat vervolgens aan onze klanten veel sneller kunnen uit gaan delen. En toen na een selectieperiode kwamen we uiteindelijk bij VCE terecht. En echt overtuigend. En waarom? Want dit zijn eigenlijk, was de business case toen de tijd van het BID. Wij werden eigenlijk door onze klanten gedwongen om een shift te maken. Hè, van echt een datacenter, een co-locatie provider naar een service provider. En we wilden, daardoor beseften we ook dat we qua organisatie dus ook een transformatie moesten doorgaan. En daarvoor zochten we dus een infrastructuur die dus aan een aantal kwalificaties kon voldoen. Hè, onze quality of service moest omhoog. He, want de klanten werden steeds veel eisender. Bovendien kregen we ook heel diverse klanten. Kregen we op een gegeven moment ook klanten die zeggen van ja, ik wil graag partner worden. En kan ik dan mijn klanten als partner zelf gaan beheren op jullie platform? Ja, dat kon eigenlijk allemaal niet. In ieder geval heel moeilijk. Maar al die kwalificaties kwamen op een gegeven moment op een rijtje gezet. Kwamen op een gegeven moment terecht bij VCE. Juist vanwege de converged infrastructure. Dus van, wat Tony zo meteen uiteenzette, was dat. Dankjewel. Dat het platform een compleet geïntegreerde box is. Waar al de complexiteit in is opgevuld, maar wat wel een heel eenvoudig beheer heeft. En dat is eigenlijk met For ResNet was dat wel een onderscheid, omdat wij een vrij klein bedrijf zijn. We zijn 98 gestart met 10 man. En we zijn inmiddels, toen in 2011, toen de tijden van dit bid waren met 30 man. Dus wij halen ook niet heel veel resources om heel grote en hele diverse infrastructuren te gaan beheren. Dus voor ons was het makkelijk om alles in één box te hebben. En met een hele begrijpbare management tool. Waardoor we echt een focus konden aanbrengen op onze infrastructuur. Wat we namelijk wilden doen is dat we onze klant altijd het beste van het beste wilden hebben. En ze wilden altijd gewoon de uptime, het hoogste uptime hebben en beschikbaarheid. En dan moet je toch op een gegeven moment ook aan een aantal SLA's moet je gaan van doen. En dat is in wezen zeg maar de business waar wij naartoe gingen schuiven. Meer van zeg maar een hoster naar een service provider waar we puur werden afgerekend op onze service levels. En die service levels die werden steeds hoger en de kwaliteit moest ook steeds beter. En die quality of service team kon eigenlijk alleen maar garanderen als je dus gewoon geen kopzorg hebt aan je infrastructuur. Maar om elke keer het beste van het beste te kunnen leveren. Ja, allemaal, als je een infrastructuur koopt, dan is het op een gegeven moment, ja, na een paar jaar, dan is die niet meer up-to-date. Dus we zochten ook naar een systeem die zich eigenlijk zichzelf continu van de laatste en nieuwste upgrades en firmwares kon voorzien. Zonder dat dat inderdaad downtime met zich meebracht. En VCE kwam dus inderdaad met dit systeem van V-Blocks, waarin dit kon worden gegarandeerd. De continuous technology refresh was voor ons heel belangrijk. Dat is onze bedrijfscontinuïteit. Wat heeft het uiteindelijk ons opgeleverd? In 2011, dat was de start van het V-Block, de implementatie van het V-Block. En dat was echt het wow-effect, hè, wat Tony net naar refereerde. Je moet zich voorstellen, dat is een systeem wat zo ontzettend goed is ontwikkeld, maar wat vervolgens natuurlijk wel op een juiste wijze moet worden geïmplementeerd. Je kan nog zo'n fantastisch mooi systeem hebben, als dat niet inderdaad op de juiste wijze wordt geïmplementeerd en wordt onderhouden. Dus ons wow-effect was echt toen op een gegeven moment de vrachtwagen voor kwam rijden en het systeem bij ons in de loading bay kwam. En dat we vervolgens gelijk direct erachteraan echt een VCE SWAT-team bij ons op de stoep stonden.
En die dus het systeem in 1 week volledig operationeel heeft weten af te leveren. Precies volgens time schedules die ze van tevoren met ons hadden gedeeld. Zodat wij onze resource en organisatie ook daarop konden inrichten. En dat was echt een echt het wauw-effect van VCE. Wat wij toen hebben ervaren. Vervolgens, toen het eenmaal operationeel was, binnen 1 week, konden we vervolgens gelijk ook met onze deployment beginnen. Dus onze klanten konden ook gelijk, hup, op het V-blok worden voorzien van nieuwe VM's. En daardoor konden we ook veel grotere klanten konden we virtuele omgeving aanbieden. Dat kwam namelijk omdat we veel sneller de virtuele machines konden uitrollen. De designs die je op de managementomgeving kan maken, die zijn veel sneller neer te zetten. Dankjewel. Maar dat is helemaal het technische vlak van heel de implementatie. Maar uiteindelijk waar het ons om ging, kijk, we zijn gewoon een datacenter. En de business case was gewoon, ja, we hebben gewoon een platform nodig. En wat voor platform dat dan ook is, ja, dat was in principe niet de hoogste prioriteit. Uiteindelijk ons onderscheid was puur, hoe snel kunnen we zoiets terugverdienen in zo'n investering? Want het is wel een hele kapitaalkrachtige investering, die je niet zomaar 1, 2, 3 hebt terugverdiend. Dus we moesten wel een hele hoge omloopsnelheid hebben om dat uiteindelijk terug te verdienen. En dan moet je dat dus ook heel snel inderdaad uit kunnen rollen. Moet je heel snel VM's kunnen uitdelen aan de verschillende klanten. En ook weer aan partners die we vervolgens ook weer kunnen uitdelen aan andere klanten. En daar zat op een gegeven moment zeg maar ook de transformatie van ReasonNet in. Dat we van een end-user model naar een wholesale strategie zijn gegaan. Zodat we inderdaad ook partners van ReasonNet, die we toen de tijd nog niet hadden, inderdaad konden enablen met dezelfde functionaliteit van het V-blok. En die ze eigenlijk gewoon aan hun eigen klanten konden verkopen, onder hun eigen naam. En zo konden we dus eigenlijk heel snel groeien. Je ziet hier nog eventjes hoe wij dat uiteindelijk dus zo snel zijn gegroeid, dat we dus een ROI hebben kunnen realiseren binnen 1 jaar. Ja, 9 maanden. Een hele hoge omloopsnelheid. En dat ging eigenlijk zo snel dat we eigenlijk het jaar erop eigenlijk al gelijk onze tweede V-blok moesten gaan aanschaffen. En ja, dat was wel heel snel. En daar zijn we eigenlijk ook een beetje van geschrokken dat het ook zo'n snelheid met zich meebracht. Want we werden in 1 keer, we hebben dus een service provider, een cloud provider. En hadden we eigenlijk nog steeds qua organisatie een co-locatie organisatie. Die qua beheer nog echt moest meegaan in het nieuwe model van service verlenen. En daardoor hebben we op een gegeven moment bij de aanschaf van het tweede V-blok ook inderdaad volledig op de wholesale strategie onze kaarten gezet. En hebben we ook geïntroduceerd om de meer self-service dienstverlening aan te gaan bieden. Ja, omdat ons klantenperspectief meer van end-user naar partners gingen en partners heel veel kennis zelf in huis hebben. Om hun ook zelf die in die driver seats te positioneren. En je moet voorstellen aan self-service portals, maar ook inderdaad aan service rapportages. Want uiteindelijk wat je wil zien is, nou goed, wat deel ik nou uit en wat krijg ik er nou voor terug? En hoeveel kost me dan dat? Daarvoor hebben we ook inderdaad chargeback facilities nu geïmplementeerd. En je moet je voorstellen dat je inderdaad gewoon heel goed kan schalen. En ook inderdaad heel snel kan schalen en je capaciteit echt on the fly kan uitdelen. We hebben bijvoorbeeld gisteren een klant uitgerold, die kwam 's ochtends binnen en die had 4 VM's nodig. Nou, binnen 8 minuten had hij het. En 1 dag later, zei hij, nou, ik ben klaar met mijn campagne. Kunnen ze uit? Ja, geen probleem. En dat was ook weer, binnen een half uur waren ze weer offline. En dan krijg je inderdaad aan het einde van de maand krijg je dan een rekening met de verbruikte capaciteit. Het is ook echt gewoon, en dat is ook een groot voordeel, is dat je dus kan afrekenen naar gebruik. Echt puur naar verbruikswaarde.
En dank voor uw aandacht. Dit was, mijn gedeelte. Ik wil alleen nog even als laatste jullie nog uitnodigen om ten tijde van de Serious Request actie vooral aandachtig op te letten. Radio 3FM heeft natuurlijk elk jaar een Serious Request actie. Dit jaar is het in, vorig jaar was het Enschede, dit jaar weet ik het nog niet. Arnhem. Want de complete actie wordt zeg maar gehost op ons Vblog platform. En dat is eigenlijk zeg maar een van onze referenties weer. En dat is ook iets wat jullie kunnen meten. Want daar, als wij niet beschikbaar zijn, komt er geen geld binnen. Want omdat alle betaalsystemen via alle websites op ons Vblog draaien. En vorig jaar hebben we een enorme resultaat weten te behalen. Dat ze 3,5 miljoen meer hebben kunnen ophalen via online websites dan de jaren ervoor. Alleen maar omdat we hogere beschikbaarheid konden garanderen dan het jaar daarvoor. En het jaar daarvoor zaten ze op een ander platform. Dus dat is ook voor jullie dan. Houd in de gaten. Eens kijken of ons dit jaar weer lukt. En natuurlijk gewoon storten. Een mooie kerstgedachte, juist, Sergio. We zijn natuurlijk aan het einde gekomen. We hebben een stand hier tijdens de markt. Het is nu lunch. Ik weet niet of dat er nu afsluitend nog iemand is met een brandende vraag die voor de zaal wil stellen. Anders dan zou ik zeggen, laten we dat op de stand doen. Ja? Ik ben blij dat het mooi duidelijk is geworden dat juist door standaardisatie je een hele goede flexibiliteit en schaalgroei hebt kunnen halen die zelfs natuurlijk echt exponentiële groei. Dat ook heel snel goed hebt kunnen opvangen en ook beheerbaar hebt kunnen halen. Want je hebt niet zomaar op exclusieve groei dat in de individuele organisatie. Dat zijn toch wel dingen die we vaak horen van klanten die weer naar VCM-modellen overstappen. Dat is en snel, uniform en ook door. Ja, wij hadden ook eigenlijk niet gedacht dat we die groei zo zouden kunnen realiseren. En je moet voorstellen van de 2000 vierkante meter datacentervloer die we hebben. Dat heeft natuurlijk een x aantal miljoen omzet. Daarvan is inmiddels bijna 50% staat nu op 6 vierkante meter. Of niet? En dat is gewoon het V-blok. Dat zijn de V-bloks. En ja. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Dus er is een enorme groei aan profit per vierkante meter. Dus en dat is nu ook waar we volledig nu ook inzetten op het V-blok model. Omdat dat voor ons, ja, wij zitten in Amsterdam en dat zijn hele dure meters. Een hele dure stroom, het moet allemaal gekoeld worden. Dus wij zijn in plaats van dat wij als een normaal datacenter juist bezig zijn om steeds meer groter te worden. Zoals Telecity en dat we zetten er nog maar een datacenter bij. Zijn wij juist meer zeggen van nee, onze footprint moeten we juist gaan verkleinen. En veel meer profitable maken. Ja, mooi verhaal, dankjewel. Dankjewel.